Beste boer die in de boerderij woont, die ik nou ga filmen. Thomas. Finisje van Bruggezoor. Hoe lang geleden? Deze. Ja, dat is 60 jaar geleden. Nou, en voordien, dat weet je niet. Ja, de arme. Hij zelf. Oh. Finisje heeft zelf gezet in het Bruggezoor. En we leven er nog mensen van? Ja. Waar wonen die? Op het hupje, nummer 70. Nummer 70, dat is verdomd mooi. Ja. Je mag gerust wat zeggen hoor. Ja. Zeg maar, hoe lang denk je daar woont? Ja, van 1934. Dat is mooi. En beter van de Veuren gewoond? Van Aste. Oh, van Aste. Maar. Ja, ja, wij zijn hier komen wonen in 1934. De familie Brands. Dus, en nu zijn al ons mijn zusters en broers van hieruit getrouwd. Waren dat Brandsen? Ja, daar waren Brandsen, ja. En toen waren die gelijk getrouwd. En toen bleef ik over nog. En toen ben ik, de oudste dochter, met Vaarse getrouwd uit Strijden. Hoeveel kinderen heb je gehad? 9. 9. En wie is die vrouw die dan even doet, toch? Dat is Marietje Brands. Haha, is Marietje nog getrouwd? Marietje is ook getrouwd, maar die is al lang weer de vrouw. Oh, en waar woont Marietje? Marietje woont op de Vlakholmseweg in Woensel. Oh, in Woensel. Dus en zodoende woon ik van 1934 af hier. Het is hier veel veranderd, hè? Ontzettend. Ja, veel te veel. Ontzettend. En volgend jaar zijn we 50 jaar getrouwd. Nou, maar dan kom ik filmen. Dit jaar. Wanneer? 11 augustus. Dan kom ik een mooi reportage maken. Oh, wilde jij dat ook al doen?